Abonneer je nu op het Efteling YouTube-kanaal en mis geen enkele video. Efteling Tips. Een winterse dag. De Efteling is 365 dagen van het jaar geopend. In de zomer en de winter. Ook tijdens de feestdagen ben je dus van harte welkom. Vier bijvoorbeeld jouw kerstdagen in de Efteling. En luid op 31 december sprookjesachtig het nieuwe jaar in. Met deze tips weet je zeker dat je niets mist van de schoonheid van de winter Efteling. Tip 1. Ervaar de winterse sfeer. De winter Efteling is meer dan alleen de Efteling in de winter. De ideeën van grondlegger Anton Pieck komen tijdens dit jaargetijde extra goed tot zijn recht. Romantiek, warmte en gezelligheid geven een nostalgische sfeer en maken je bezoek onvergetelijk. Talloze twinkelende lichtjes zijn jouw gids door de wereld vol wonderen die in de schemering nog sprookjesachtiger is. De sprookjesbosbewoners hebben hun zomerse kleding ingeruild voor warme winterkleren. En ook Vogelrok draagt een muts. Heb je het zelf toch fris gekregen tijdens jouw dagje winter Efteling? Duik dan snel een van de souvenirwinkels in om bijvoorbeeld een leuke Efteling wintersjaal, trui of muts te scoren. En heb je de parkshows wel eens in het donker gezien? De parkshow Ravelijn is als de avond valt nog spectaculairder. En bezoek ook watershow Aquanura, waarbij vier kikkers een betoverend waterballet creëren. Dankzij 200 fonteinen, 900 lampen en vuur komt deze show tegen een gitzwarte hemel prachtig tot zijn recht. Check de gratis Efteling-app voor de actuele showtijden. Tip 2. Geniet van sneeuw. Tijdens de winter Efteling kun je volop genieten van sneeuw. Het kinderspoor maakt nu plaats voor langlaufbaan Het Hijgend Hert. Dus bind de lange latten onder en probeer niet te vallen op de 450 meter lange langlaufbaan. Ook in het Winterse IJspaleis is van alles te beleven. Je kunt er spelen, iets lekkers eten en als je geluk hebt ontmoet je misschien wel bijzondere Eftelingbewoners in het Paleis van IJs. Maar je kunt er bovenal zowel binnen als buiten schaatsen op de mooie bevroren paleisvijver. Heb je geen schaatsen mee? Dan kun je in het koetshuis schaatsen huren. De sneeuw maakt de sfeer van de winter Efteling compleet en zorgt voor prachtige plaatjes. Dus ook nu is de Efteling gewoon open en wordt er alles op alles gezet om jou te kunnen laten genieten van zoveel mogelijk attracties. Wil je weten welke attracties open zijn? Kijk op de dag van je bezoek op de Efteling website en houd voor actuele informatie tijdens je dagje Efteling de Efteling app in de gaten. Tip 3. Proef winterse lekkernijen. De restaurants zijn niet alleen sfeervol van buiten, ook de menukaart heeft veelal een winterstintje. Bovendien vind je verspreid door het park nog veel meer horecaverkooppunten. Vol winterse lekkernijen en warme dranken. Zoals warme glühwein, bijzondere koffiespecials, erwtensoep of warme wafels. Tip 4. Winters opwarmen. Opwarmen in een van de binnenattracties kan natuurlijk ook. Zoek bijvoorbeeld de Oosterse warmte op in Fata Morgana. Of droom warm weg in Droomvlucht. Zin in een reis langs de warme werelddelen? Ga dan op avontuur met Jokie en Jet in Carnaval Festival. In Vogelrok beleef je een huiveringwekkende en zwoele vlucht in het duister. En bij Fabula kun je warm genieten van bijzondere momenten tijdens het 4D filmavontuur. Tot slot word je natuurlijk warm ontvangen in Symbolica als je op audiëntie gaat in het behagelijke Paleis der Fantasie. Tip 5. Maak winterse foto's. Winterse decoratie, dennenbomen en ontelbaar veel lichtjes zorgen voor een prachtig decor voor jouw foto in de winter Efteling. Oh, en vergeet aan het einde van jouw dagje winter Efteling niet achterom te kijken naar het Huis van de Vijf Zintuigen. Want deze rieten kap van maar liefst 4.500 vierkante meter kleurt in de winter magisch ijsblauw en maakt iedere foto tot een betoverend wintersprookje. Veel winterpret in de Efteling!